Bewoners van Ikeri hebben geen gehoor gegeven aan een oproep om te protesteren tegen het beleid van de regering. Uit een live reportage op sociale media is gebleken dat niemand zich tegen 11 uur in de ochtend had verzameld op het Brasaplein, waar mensen zich al om 10 uur zouden verzamelen. Leden van het leger en de politie waren wel ter plekke voor de ordehandhaving. Terwijl het stil was in Ikeri zijn er in Paramaribo honderden mensen op de been gekomen. Ook in Brokopondo waren er demonstraties.